Twee jonge Flevolanders zijn een bedrijf begonnen en dat doet in groene afvalbakken. Hun eerste zogenoemde Bing Green wordt straks neergezet bij een kinderboerderij in Amstelveen. Het bedrijf Bing Green is van Jerry Mulder uit Dronten en Edwin Maas uit Emmeloord. Beide hier in de studio, goedemorgen. 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 Hoe kennen jullie elkaar? Ja, wij kennen elkaar van het Windesheim uit Zwolle. En daar hebben wij met een groepje van vijf man wij een eigen bedrijf opgestart, genaamd Bing Green. Want jullie konden het heel goed met elkaar vinden. Ja, zeker. Ja. We, zaten al, uh, we trokken al wat meer met elkaar op. En toen uh, moesten de groepjes gevormd worden. Toen dachten we, nou, dan uh, gaan we in ieder geval bij elkaar. En uh, die anderen die kwamen er ook bij. Want uh, ja, met z'n twee mocht het niet. Oké, okay. dat zei die, uh, Jerry Mulder dus uit het rond. En de eerste stem die je hoorde is van uh, Edwin uh, Maas. Uh, maar nu staan er uh, twee man hier in de studio en geen vijf. Hoe zit dat, Edwin? Ja, dat klopt. Ja. Um... We hebben het schooljaar hebben we nu afgelopen jaar hebben we dat afgesloten. En we zijn met z'n tweeën zijn we doorgegaan. En we hebben het bedrijf officieel gestart. Bin Green heet dat bedrijf. Ja, dat klopt. En zo heet ook de bak. Ja. ja. Wat, 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 wat is er zo groen aan deze afvalbak? Want het heet Bin Green. Ja, dat klopt. Um, onze affebak is de eerste afgebak die uh, omringd wordt door Hedra-beplanting. Dus uh, de plant kan van onderuit de uh, poot, kan die door uh, de bak heen groeien, het gaas in. En uiteindelijk krijg je dan een helemaal mooie groene affebak. Maar Jerry, begrijp ik het nou goed? Je zet wel een gewone bak neer en daar een gaasje omheen. En daar groeit. Een plant? Nee, eigenlijk uh, moet je het als volgt zien. De, ge, de plant dat zit uh, direct in de grond. Ja. Dus, uh, maar hij kan wel volledig in de grond groeien. Anders heeft hij op den op duur te weinig voeding. Uh, en moet voeding, Zeker. Ja. Ja, dus hij zit echt direct in de grond. En verder lijkt het gewoon uh, zoals een normale afvalbak. Want normaal gesproken zit bij een afvalbak zit er ook een uh, betonvoet zit in de grond. Die hem tegenhoudt. Nou, dat is bij ons ook het geval. Alleen er zijn wat aanpassingen waardoor die plant um, in het beton zit. Of in ieder geval erbij in zit. Um, dan gaat hij door de, onze poten hol. Dus daar gaat hij doorheen. En dan komt hij daarna komt naar buiten. En dat is ook wat je ziet: het gaas om de, om de bak heen. En daar groeit hij dan doorheen. Okay. En, en wat voor plant is dat dan? Uh, dit gaat om een hedera plant. Uh, hoe ja, de, de klim op eigenlijk. Oh, de klim oh, op. op. Ja, op. Hé hey Edwin, wat moet dat voor effect hebben als je zo'n bak een beetje groen aankleedt... ten opzichte van de gewone bakken die ik in het park zie staan? Nou, eigenlijk is het effect dat je een hele mooie groene afvalbak krijgt. En uh, op een hele duurzame manier. Want we hebben duurzame materialen gebruikt, zoals FSC, gekut hardhout en RVS. En uiteindelijk krijg je dan dus een hele mooie groene afvalbak... die het, uh, ja, de openbare ruimte verbetert. Ja, het ziet er ook mooier uit natuurlijk. Is, is het een beetje makkelijk om die bak dan ook te legen? Ja, dat heeft uh, verder geen problemen. Je kan gewoon uh, de klep openen met een uh, normale driehoeksleutel die de gemeente altijd gebruikt. Uh, en andere bedrijven vaak ook. Dus uh, ja, je kan hem gemakkelijk uh, legen. Jerry, ja, je gaat de eerste bak van jullie bedrijf neerzetten in Amstelveen. Waarom zo ver weg? Uh, ja, nou, we hebben... We... Toen, het proces toen we wisten wat het, uh, wat het ging worden, hebben we gezegd: van, Nou, dan gaan we eens wat gemeentes benaderen om te kijken. Um, ja, van de klanten kunnen we kijken wat ze willen. En daar kunnen we dan het proces nog op afstemmen. Um, en toen was El Amstelveen eigenlijk de eerste die reageerde. Oh. Dus die dacht: van, uh, Nou, hier willen we wel samen wat van maken. En uh, ja, zo heeft het heel wat tijd gekost. Maar uiteindelijk hebben we dan uh, ja, de echte afvalbak. Uh, en de volgende moeten geen auto's polder staan of in Dronten rond en een van jullie twee uh, huisgemeentes, ja, dat zeker weten. Ja, dus uh, ja, heb, uh, als we de afbak straks een uh, Amstelveen hebben geplaatst, dan uh, gaan we de er aan werken om straks in de polder te hebben. Ja, dan heb je ook een mooi voorbeeld van hoe het eruit kan uh, komen te zien, natuurlijk. Ja, inderdaad, Kooslandbak bak. Eigenlijk ja, dat is echt afhankelijk van het model. We hebben verschillende modellen en dus uh, ja, dat, dat is niet zo uh, te zeggen nu. Dus dat misschien wel mooi in mijn eigen tuin. Of ja dat niet? Ja. Want we moeten, ja. nee, we moeten alles van is alles mogelijk. scheiden en doen en zo. Ja, dat klopt, ja. Dus, Spelen uh, jullie daar ook op in? Uh, Vier gaan, op we waarschijnlijk, gaan we waarschijnlijk wel op inspelen. Uh, we hebben er eerst voor gekozen om uh, ja, één soort bak op de markt te brengen. En uh, daarna willen we snel gaan doorontwikkelen. Okay. Ja, dus dat je zo'n afvalbak dan ook kan rijden en langs de kant van de weg kan zetten? Wie weet. <laughs> kan het leuk zijn. Ja. kan ja. allemaal gebeuren. Heren, bedankt voor de komst naar de studio. En nu snel naar... Uh, Amstelveen? Amstelveen, ja. Ja, dank u wel. Ja, de